Een hele goede morgen mensen, het is vandaag donderdag. Ik zit inmiddels in de auto. Ik word naar het vliegveld gebracht. Kijk even hoeveel koffers hier zijn. Mega veel koffers. We zijn nu bij een tankstation. Ik ga even een broodje halen en ik ga daarmee ontbijten. Want ik heb nog niet gegeten. Over 2 weken gaan we verstand... Oh ja, dat wil ik. Even een update voor mijn beugelverhaal. Want ik zat net in de auto te zeggen dat ik heel graag met een beugel ook naar Tokio wil. Volgende week... Nee, ik lieg. Over 2 weken... Ja, 20 oktober of zo. 21 oktober. Ergens die. Staat in mijn mail. Moet ik even checken, Selma. Er worden dus 2 eruit getrokken. Die sowieso al doorgekomen zijn, volgens mij. Ik moet nog een foto laten maken. En dan... Ik weet niet, hoe lang duurt het eigenlijk voordat je dan een beugel kan nemen? Weet iemand dat heel toevallig? If so, let me know, please. Maar ja, ik ga nu even een broodje halen. Ik heb een dagpuntje met tonijnsalade en saladeij. Zo, nu al file. Kijk mensen, nu al file. En dit is mijn ontbijt. En ik ga een Starbucks koude cappuccino drinken. Yay! Mensen, ik ga hier bij Zaventem iets bij Quick eten. Ik heb al ingecheckt en nu ga ik even een burger eten, zodat ik dat... Het is een fishburger. Zodat ik geen eten in het vliegtuig hoef te eten. Ik ben inmiddels aangekomen. Ik lig in bed. Ik heb gegeten. Ik ben echt onwijs moe vandaag. Je merkt dat reizen toch wel gewoon je dag opvult. En dat je eigenlijk veel moeer bent dan verwacht. Maar ik ga nu lekker slapen. Ik lig al in bed. Maar ik had vergeten even de vlogcamera erbij te pakken. En dan veel weer morgen weer verder voor jullie. Oeh, I'm so tired. Good morning world. Ik heb zojuist gedoucht en me omgekleed. Ik ga geen make-up opdoen, want het is best wel warm hier. Wij gaan vandaag couscous maken. Dus ik ga voor het eerst echt couscous maken. En het is niet zo alsof ik weet hoe het moet, maar ik ga het wel leren. Het licht hier laat mijn haar er echt een beetje pluizig uitzien. Maar nu valt het inmiddels reuze mee. Ik heb echt issues met mijn neus, mensen. En die issues worden steeds groter elke keer. Een smallere neus had toch veel mooier. Oh my god. Ja, oké, ik ga niet veel praten, ja. Ik ga een flesje water drinken. En dan ga ik naar de keuken. Een hele goede avond, mensen. Vandaag hebben we... couscous gegeten. Ik ga overmorgen alweer weg. Dus het was best wel kort. En hebben we couscous gemaakt en gegeten. En daarna zijn we naar de mall geweest. En ik heb een paar dingetjes bij de mall gehaald. Misschien is dat wel heel leuk om aan jullie te laten zien. Ik kom overigens net uit de douche. Want ik heb net op bed een massage gehad. En dat was zo lekker. Ik heb ook best wel slaap gekregen. Maar ik ben in ieder geval wel goed uitgerust. Oh ja, en ik merk dat heel veel mensen... Omdat ik me erover uitspreek natuurlijk. Veel zeggen over mijn neus. En dat iedereen denkt dat het er allemaal wat minder grof uit gaat zien. Als ik mijn neus laat doen. En ik ben daar oprecht serieus over aan het nadenken. Hoe erg het ook is. Of althans hoe... Ik weet dat mensen gaan zeggen. Oh nee, je moet je daar niet laten door beïnvloeden. Maar ja, iets wat dan onzekerheid van je is. En mensen dat blijven aankaarten. Ja... Het wordt er niet echt beter op. Dus ik vind dat best wel lastig. Ik ben daar iets te zwak voor. Merk ik bij mezelf. Maar ik ben er echt serieus over aan het nadenken. Dat het allemaal wat smaller is. En puntje meer omhoog. En
whatnot. Maar goed, weet je, Selma, dat is een gesprek voor een andere keer met je inner bewustzijn. Laat nou maar gewoon even zien wat je hebt gekocht. Hier in Casablanca hebben ze Yan & One. En dat is een winkeltje die allemaal make-up producten verkoopt. Dus ik heb een beauty blender en ik heb een solid schoonmaak zeepje gehaald voor de beauty blender. Want ik heb er thuis nog twee en ze worden niet echt goed schoon. Maar ik heb het idee dat met dit super goed schoon wordt. En ik heb een Anastasia Beverly Hills Soft Glam palette gekocht. En ik vond die aardtint gewoon het beste bij mij passen. Want dit zijn ook echt kleuren die ik gebruik en het mooist vind. En ze verkopen daar ook Huda Beauty. Maar ze hadden de foundation die ik wou uitproberen niet. Maar een vriendin die was naar Londen geweest. En die had toen voor mij de Fenty foundation gehaald. Dus ik hoefde hem ook echt niet. En toen had ik deze gehaald. Deze highlighter palette. Dus ik ben er best wel benieuwd naar. En hij voelt heel crème-achtig. In plaats van poederig. I don't know. Maar goed. Oké, nu een ander verhaal. Als je mij een klein beetje kent, ik heb nooit echt een dure designer jas gehaald. Want ik vond dat niet nodig altijd. Ik dacht, oh, bij de Zara vind ik wel een mooie jas. Of het hoeft allemaal niet. En vorig jaar vond ik de jas van Max Mara, die Kim Kardashian altijd om had, zo mooi. Maar die was overal sold out. En toevallig hebben ze hier in de mall een Max Mara winkel. En toen ben ik naar binnen geweest. En ze hadden er eentje binnen gekregen. Dezelfde ochtend. En in een maatje S. Maar hij valt heel oversized. Dus die vrouw zei, was jij degene die net had gebeld? Want iemand belde voor de jas en ze wou hem zo ophalen. Nou, dat moet je niet tegen mij zeggen. Dus daar was ik echt gevoelig voor. En toen, ik ga hem laten zien. Waar het op neerkomt is dat ik het echt niet kon laten staan. Ook nadat ik het heb gepast. En oh my god, I'm so in love with it. En ik vind het best wel leuk, want het is mijn eerste designer jas, zeg maar. Maar dan heb ik wel gelijk echt een fucking goede jas genomen. En hij is zo vet. Ik heb gewoon mijn handen kunnen krijgen op een Max Mara teddy jacket, guys. En ja, blijer dan dit kan je me niet maken in de winter natuurlijk. Hier ben ik zo blij mee. En dit is van, dit is van kamelenvacht gemaakt. In ieder geval, het is echt, dit is zo'n fucking mooie, chique jas. Ik ben er echt verliefd op. Dus ik kan de winter weer doorheen. Dus ik vind het wel extra speciaal ook ofzo. Is dat gek? Goed. Ik had vandaag, zat ik een paar filmpjes online te kijken van een paar beauty gerelateerde filmpjes van extension zetten. Want kijk, ik ben niet echt een extension kind of girl. Ook geen clip-ins, omdat ik, weet je, je voelt, ik ben zo bleek, maar dit komt echt door het laseren, mensen. Ik kan niet onder de zonnebank. Goed, het eindresultaat is altijd beter. En ik ben uitgebroken hier. Maar waar was mijn verhaal? Waar was ik? Ik moest gewoon dat stukje terugzien op mijn camera om te weten waar ik het over had. Maar ja, ik zat dus te kijken. Ik ben heel blij met mijn haar, hoor. En ik verzorg mijn haar goed en het is gezond, gelukkig. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Alleen, ik heb binnenkort ook een bruiloft. En toen dacht ik, ik zou het wel iets voller willen hebben of zo van de onderkant. Puur om te kijken hoe ik dat, ja, hoe ik daarmee om zou gaan. Dan weet ik dat microbladings of needlings of hoe dat ook heet, dat is sowieso niks voor mij. Clippings moet ver weg bij me blijven, wordt mijn hoofd zo bol. En dan hier zo dun. En toen zag ik Sonia Kerveza. Ooit op haar Snapchat had ik dat gezien. En toen had ik dat natuurlijk op YouTube teruggezocht. En heb ik het bekeken. Maar je hebt van die tape extensions. En die worden dan heel plat aangezet op je haar. En die worden een soort van erop getaped. En dat is niet schadelijk voor je haar. En je haar valt niet uit. En je ziet gewoon niet dat je extensions op hebt. Dus ik ga als ik terug ben in Nederland even kijken of dat een optie is. Vooral omdat ik het ook wil voor een bruiloft. Dus ik ga heel even kijken of ik dat kan. En het zou zo fijn zijn als ik ook nog even een zonnebankje kan pakken. Dus ik moet even kijken hoe dat zit met die laserafspraken van Zelma. Maar goed, ik ga nu lekker slapen. En morgen wil ik naar de hammam. Want dat is altijd heel lekker. En dan is het alweer tijd om naar Nederland te gaan. De situatie was lit voor zolang het duurde. Wat is dit?
Good morning guys. Ik ben wakker. Ik heb inmiddels gedoucht en me omgekleed. Ik ga nu even eten. En dan ga ik vandaag nog eventjes hier naar de mall weer. Want een AirPod of whatever the fuck it's called is kwijt. En hier volgens mij verkopen ze in de mall zeg maar losse. Dus dan moet ik even een losse AirPod halen. Goedenavond mensen. Ik heb echt super slecht gevlogd de laatste 3 dagen. Want ik was in Marokko, Casablanca, voor een paar dagjes. En ik was bij familie en ik ga dat gewoon niet meer vloggen. Maar ik ben terug. Ik heb vooral heel lekker gegeten daar. En ik heb echt eventjes rust gehad. Dus dat was heel chill. En nu ben ik terug en ben ik klaar om te knallen voor de rest van mijn leven. Ik heb toen ik in Marokko was, toen ik in Marokko was, heb ik een afspraak laten maken bij de Kaakchirurg. En waarschijnlijk heb ik, nu staat de 29e dat ik mijn verstandskies eruit ga trekken. Maar ik kan helemaal niet de 29e, want dan heb ik een première voor de nieuwe Disney film. Dus het moet echt een dagje later. En mijn bovenlip is enorm gegroeid, want ik zie best wel een grijze waas. En ik moet echt weer, althans het is weer tijd om mijn gezicht te laseren. Want ik wil echt niet achterlopen met deze laser. En ik doe het bij de Lash & Face Clinic. Dus nu ga ik weer mijn gezicht laseren. En ik merkte, ik zei toch de laatste tijd dat mijn huid er heel goed uitzag. En dat kwam ook echt voornamelijk omdat die laser ook zorgt voor huidverbetering. En het is de Gentle Laser. En ik wil gewoon weer. Dus ik ga mijn gezicht doen. En ik ga denk ik ook mijn hele armen doen. Ik heb echt een chille vlucht gehad. Om heel eerlijk te zijn. Dat is super chill. Dus dat ga ik nu doen. Meneer is er. Dus ik ga hangen. Good morning guys. Het is de volgende dag inmiddels. Ik heb gisteren mijn gezichtshaar weer gelezen. Dus daar ben ik super blij mee. Ik heb 1 buisje hier. En dit is eigenlijk het. Ik heb geen make-up op. Ik heb mijn outfit aan en mijn Yeezys, want ik weet dat ik inderdaad Yeezys zeg af en toe. En ik weet ook echt niet waarom ik dat deed. Dus ja, bij deze Yeezy, want ik weet dat het Yeezy is. Alleen ik zeg het niet zo. Ik heb een zonnebril bij me, want vandaag voel ik me een beetje. Niet echt zozeer dat ik make-up op wil doen. Hiernaast mijn haar gefeukt bij Bilge. Wij gaan nu samen heel even naar de PC Hoofdstraat, want ik moet iemand helpen met een pak uitkiezen en schoenen halen en dat vind ik leuk. Hi. En dan ik ben eigenlijk om 7 uur ben ik uitgenodigd voor de nieuwe collectie, om de nieuwe collectie van Fendi te bekijken op de PC. Alleen ik weet niet of ik dat haal, want ik moet om 6 uur in Utrecht zijn. En ik weet niet hoe lang dat duurt. En om dan vervolgens weer terug te gaan. It's kind of rough, but I'm going to try. En we hebben Louis Vuitton gekozen voor onder het pak. Wij zijn nu klaar en we gaan nu wat eten bij de seafood bar, want ik had echt zin in de scampi mango salade en fish and chips. Dus dat is ook exact wat ik heb genomen. En hij heeft een mix van genomen. Ik ben inmiddels aangekomen in Utrecht, want ik had een afspraak vandaag. Ik vind dat mijn gezicht er een beetje grauwig uitziet. En ik ben heel lang niet onder de zonnebank geweest. En ik mag ook niet onder de zonnebank in verband met het laseren. Dus ik ga nu zo'n vitamine booster in mijn gezicht nemen en dat ga ik bij Maison Dubel doen. Dus dat wordt spannend. Ik heb mijn camera hier even geplaatst, maar ik ben nu bij Maison Dubel. Ik moest echt even helpen met een pak uitkiezen vandaag en schoenen. En ik vind toch wel dat ik een klein beetje oog voor detail heb, maar we hebben dus een pak kunnen scoren bij Dolce & Gabbana.
En die hebben zulke mooie pakken. Oh my god, so exciting. Maar we zagen ergens anders ook een pak. Maar dat was een iets patserige pak. Maar het was ook nog steeds een very pretty pak. Suit. Voordat jullie denken dat ik niet weet hoe je pak in het Engels zegt. Ik ben nu aan het wachten. Ik word over 10 minuutjes opgehaald. En dan krijg ik die skin booster. En wat die skin booster doet is die... ik heb zeg maar ook van Fatma te horen gekregen dat ik best wel een vochtarme huid heb. En die skin booster die voedt mijn huid even van binnen. En ik doe niet echt heel veel gezichtsbehandelingen meer zoals jullie wellicht hebben opgemerkt. Het enige wat ik nu doe is mijn gezicht laseren en thuis heel goed reinigen. En, maar ik wil wel een glow. Ik heb het idee dat ik heel tof ben de laatste tijd of zo. En die skin booster die doet dat. Dus ik ben nu bij Maison Nubel, volgens mij heb ik dat net ook gezegd. En hier ga ik dan mijn vitamine shot eigenlijk naar binnen krijgen. En dat duurt dan een paar dagen voordat dat echt inwerkt. En dan heb je echt een mooie glowy huid. En je girl needs that. En als je also niet, this nose to be fixed. Kidding. Ik heb net mijn skin booster gehad. Mijn huid is best wel rood, omdat daar die minuscule naaltjes in zijn gegaan. Dus dit is morgen waarschijnlijk allemaal weg. We zijn nu onderweg terug naar Rotterdam. En ik ga even heel snel mijn wimpers liften, omdat dat gisteren er niet van was gekomen. Ik zit, of althans ik lig, op de bank bij de Lash Face Clinic. Ik ben nu bezig met een wimperlift en dan ben ik hier ook klaar. Ik ben inmiddels weer thuis. Het is het einde van de dag. Ik ga deze vlog ook gelijk afsluiten. Ik ben heel benieuwd naar de glow van de skin booster. Had ik jullie al verteld dat ik... Want ik keek net in de spiegel en toen dacht ik daaraan. Er bestaat dus zo'n ding als tape extensions. En tape extensions zijn hele platte extensions. En je ziet ze niet en je voelt ze niet. Maar ze maken je haar toch zeg maar wat ja, voller. Ik wil gewoon, denk ik... Dat alles één lengte is. En kijken hoe dat eventjes is. En dan al is het zeg maar voor tijdelijk. Ik wil het gewoon proberen. Maar ik vraag me af of iemand daar ervaring mee heeft. En als je er ervaring mee hebt, laat even weten. Want clip-ins en micro-needling. Micro-blade. Wat hoe dat ook heet. Dat is niks voor mij. Dus ik ga dat niet doen. Maar ik dacht misschien omdat tape extensions zo plat zijn. En dan vrijwel niet zichtbaar. Misschien is dat wel iets voor mij. Maar goed. Wie volgt van jullie Mokro Mafia al? Want Selma gaat dat ook even checken op haar Videoland account. Die ze nog steeds heeft van Temptation Island Vips. Ik ben bij aflevering 1. De 21ste minuut. Dus dat ga ik even checken voordat ik naar bed ga. Ik heb mijn lashes gelift. Let niet op de rode punten. Want daar is die naald ingegaan. Van... de skin booster. En het deed niet heel erg veel pijn. Mochten mensen zich dat afvragen. Maar ik ben best benieuwd. Vooral omdat de winter er... Ja, het is niet echt winter. Want het is best wel warm. Heb ik een jas gekocht? Wordt het niet koud, jongens? Maar goed. Sorry voor de iets wat rommelige vlog. Ik snap wel dat het een beetje vervelend is. Maar ja, weet je. Ik heb in Marokko niet echt kunnen filmen. En ik heb dus de dag daarna in Nederland eraan vastgeplakt. Zodat het toch eventueel... een wat aanzienlijkere vlog wordt. En ik hoop dat dat is geworden. Your girl gaat precies Mokro Mafia checken. Laat me alsjeblieft weten wat jullie ervan vinden. Ik ben zo benieuwd. Want ik hoor zulke mixed feelings erover. Dus ik ben best benieuwd naar wat mijn kijkers ervan vinden. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie morgen weer. Dikke kus. Doeg. Hey.